city, kissed someone I liked, raised the sirens calling to the night. We zitten hier op de Paul Jonas, een prachtig mooi zeilschip. En naast mij zit Henry van Dijk. En Henry van Dijk is de schipper van dit alles. De Paul Jonas hoort bij de Bruine Vloot. En daar zijn wat probleempjes met de gemeente, denk ik. Wat is dat probleem, Henry? Nou, ik wil niet zeggen dat het per se het probleem is met de gemeente. De brug, de eilandbrug, maar ook de ketelbrug trouwens, worden beheerd door Rijkswaterstaat. Ja. En die hebben voor een heel aantal problemen gezorgd dit jaar. En dat is nadat eigenlijk afgelopen winter het besturings- en bedieningssysteem van de brug is vernieuwd. Ik praat nu over de eilandbrug, hè. En sindsdien zijn er, er zijn heel veel storingen geweest, waardoor we iedere keer voor de brug hebben moeten liggen wachten. Zelfs een keer met één en dezelfde groep aan het begin van de reis. Gewoon 3 uren en aan het eind van de reis nog een keer 3 uren. Kijk, de mensen hebben vakantie, ze zitten op het schip, ze hebben hun eigen bezigheden. En als het niet al te lang duurt, zal het nooit een probleem opleveren. Maar het probleem is dat je gewoon nooit zeker weet hoe lang het gaat duren. De 18e augustus was dat. Ja. En met 2 grote schepen hebben we ervoor gelegen. En dus inderdaad 2 keer die week. En toen lagen we op de terugreis lagen we voor de eilandbrug. Terwijl hier in Kampen de bussen al voor die klanten gereed stonden. Ja. En die klanten moesten terug naar Duitsland. En op dat moment kun je eigenlijk niets. Nou, ja. Je kunt met een soort van speedbootje, een van die schepen heeft er toevallig zo eentje aan boord, kun je heel veel keren heen en weer varen, maar het is echt gewoon geen praktische oplossing. Dat betekent dat je voor, in dit geval ging het om meer dan 60 mensen met bagage voor een hele week. Nou ja, dat kan je wel uittellen, weet je wel. Ik heb wel 20 keer heen en weer gevaren. 20 keer heb je heen en weer gevaren. Ja, dat is niet. Nee, dat hebben we niet gedaan. Uiteindelijk, ik wou net beginnen met de hele actie. En toen precies om 3 uur, hè, toen ging de brug weer draaien. Ja, ja. Maar dat was ook niet van tevoren bekend hoe lang het ging duren. Ja, ja. Hè? Dus de monteurs die werken voor zich, communiceren niet echt over hoe ver ze zijn. Het is gewoon op een gegeven moment krijg je een oproep via de marifoon en is het van ja, kom maar, we gaan draaien. Oh, zo. Dat is natuurlijk een heel onzeker iets. En daarvoor heb ik zelf een oplossing bedacht. Ja. Er is op de westzijde van de eilandbrug is een mogelijkheid om een brug te plaatsen bij afmeerpalen. En van daaruit is het slechts 50 meter lopen naar een weg waar eventueel bussen zouden kunnen parkeren om de gasten daar aan boord te nemen. Ja, okay. En dat verzoek hebben wij neergelegd. Dat heb ik via Centrale Meldpost IJsselmeer. Heb ik dat via de mail neergelegd. Ja. Die hebben ervoor gezorgd dat het doorgestuurd werd naar Rijkswaterstaat. En uiteindelijk heb ik lange tijd niets gehoord. Nog een keer aangedrongen. Ja. Toen is met mij contact opgenomen door Nick Keunitzer. En dat is een projectleider van het project Eilandbrug van de afgelopen winter. En die heeft mij de hele situatie uitgelegd. Namelijk dat het eigenlijk gewoon, vermoeden ze, ging over kinderziektes in de software van het bedienings- en besturingssysteem, wat vernieuwd was. Er moet computerdeskundige bij, toch? Wij kondigden aan dat het een week daarna ook zou gebeuren. Inmiddels is dat gebeurd. Ja. Er is een software-update er geweest. Maar het is niet het enige probleem waar wij mee zitten. Nou, want met enige regelmaat, een paar keer per jaar sowieso, worden de slagbomen van de bruggen kapot gereden. Wat wij nu willen is onze klanten in ieder geval een garantie kunnen bieden dat ze nooit vrijdagmiddag, als hier bussen op ze staan te wachten, ze nooit zullen hoeven te wachten tot uiteindelijk de brug het weer doet. Maar dat ze eventueel gewoon voor ten westen van de eilandbrug gewoon van boord kunnen. Dit verzoek is ook bij de gemeente Kampen neergelegd. Of ze zich daarover wilden buigen en contact op zouden willen nemen met de andere autoriteiten die erover gaan.
En dat is in eerste instantie een beetje weggewuifd. Van ja, nou, we gaan nu eerst de software gaan we updaten. En dan als dat goed is, dan zien we wel weer. Maar ze hebben het niet het probleem meegenomen. Nee. Dat die slagbomen ook met enige regelmaat kapot worden gereden. Dus die brug, die loopbrug, die moet er sowieso komen. En het is ook een heel eenvoudige oplossing. Ja, heeft de gemeente gezegd, dat is eigenlijk een aangrenzend natuurgebied. En zo makkelijk gaat dat allemaal niet. Ja. Nou ja, goed, het is een dijkje met wat rietland ervoor. En 50 meter verderop is al een woning. En dus daar hebben we het over. Ja, die loopbrug, die moet er gewoon komen. Ja. Maar er is eigenlijk nog een beetje een ander probleem. Namelijk dat de vroegere situatie hier vanuit Kampen had helemaal niet met een eilandbrug te maken. Het had met een ketelbrug te maken. En die werd op iedere gewenste tijd werd die voor ons bediend. En die bedieningstijden die zijn steeds krapper geworden voor ons. Zijn steeds slechter geworden voor ons. En nu, dit jaar zijn we er zelfs mee geconfronteerd dat de bedieningstijden die voorheen tot eind oktober golden voor het zomerseizoen, dat die in één keer gewoon 16 september nu al beginnen. En dat is zonder wat voor vorm van overleg wordt ons dat in één keer medegedeeld. En dat betekent dat de avondbedieningstijden komen te vervallen. Wat heel erg vervelend kan zijn, want je ligt hier wel eens in Kampen, zet de groep van boord, zoals nu, vrijdagmiddag. En dan word je vanuit een andere haven ingezet. Bijvoorbeeld Enkhuizen, Lemmer of Lelystad. En dan zit je gewoon, dan zit je ermee dat je gewoon een brugopening niet meer op tijd kunt halen. En ik heb het nu over vrijdagmiddag. Vrijdagmiddag kun je nog wel aardig wat voor elkaar krijgen. Maar als je een weekendgroep afzet hier, dan is dat om 17 uur. En dan kun je nu onmogelijk nog eens een keer weer een andere haven halen. Dus ook dat soort dingen. Het wordt steeds lastiger voor ons om vanuit Kampen te kunnen varen op een redelijke manier. Kan het ooit zo zijn? Ik kan het niet voorstellen, want ik ben ook een echte Kampenaar. Die Bruine Vloot, die is geweldig voor Kampen, dat jullie uitwijken. Nou, daar raak je wel een punt aan, want in principe zijn er nog een heel aantal dingen waar we eigenlijk een beetje mee zitten. En dat is dat we een mogelijkheid hebben om uit te wijken naar Urk. Urk is de laatste, ik zeg wel haast 15 jaar. Er is enorm veel geïnvesteerd in de haven. Enorm veel faciliteiten voor de scheepvaart gecreëerd. Urk, de havengelden, als je alles optelt, alle voorzieningen die gratis zijn, zoals douches voor gasten, die zijn gratis. Hier zijn helemaal geen douches. Er is gratis wifi daar. Elektriciteit voor ons is gratis. Het havengeld is 40% goedkoper. Vanuit Kampen varend ga je op jaarbasis, als ik het over dit schip heb ik uitgerekend, ga ik 1500 tot 2500 euro op diesel besparen. Als ik de totale bedragen optel, betekent het voor mij dat ik rond de 5.000, 6.000 euro op jaarbasis ga sparen. Maar pas op, hè. Ik wil niet zeggen dat Kampen sowieso allemaal veel te duur is. Nee, het feit is gewoon dat ze in Urk het belang van een bruine vloot wat meer zien dan hier. Ja. Kijk, ik wil best betalen wat de dingen kosten. Ja. Hè, maar bruine vloot, over het algemeen kan je zeggen dat er gewoon hard gewerkt moet worden voor een schamele boterham. En dat doen we allemaal met plezier. Ja. Maar ja, het zijn gewoon een beetje moeilijke tijden. En als wij gewoon ergens anders gewoon een boel geld kunnen besparen, dan lonkt dat heel erg. Ja. En voor mij persoonlijk is de stap eigenlijk al een beetje gezet. En er is een collega in ieder geval die ook Kampen gaat verlaten. En de rest, die kijkt naar de gemeente van wat gaan jullie hiermee doen. Hè? Ik bedoel, een museum brengt ook zijn geld niet op, weet je wel. En dit is deze traditionele zeilvaart. Je moet je dan afvragen als gemeente van mag het tot ons ook iets kosten? Want het levert toch ook iets op. Weet je wel, een prachtige waterfassade, toch? Ja, echt wel. Je hebt toch gebeld met de wethouder, meneer Veldhoen. Nou, wat is er uit het gesprek gekomen? Ik heb hem de situatie nogmaals voorgelegd, waaronder het besluit van de gemeente om in eerste instantie niks te doen met het plan voor de loopbrug.
Nou ja, daar was ik een beetje over gepikeerd en ik heb hem uitgelegd waarom dat zo is. En toen heeft hij mij gezegd dat het hele probleem, niet alleen de brug, maar ook de situatie hier in Kampen, dat dat in het college besproken gaat worden. En daar heeft hij over teruggebeld. Het is besproken en nu heeft hij gezegd dat er een uitvoerend ambtenaar contact met mij op zal nemen. Nou, dan lijkt het mij persoonlijk heel erg prettig om gewoon aan tafel deze zaken te bespreken. Wat onze wenslijsten zijn en hoe we daaruit kunnen gaan komen. Nou, hij heeft het heel duidelijk verteld. Dankjewel, Freddy.